Loes is de moeder van Schiebroek. Ze zorgt er in haar uppie voor dat meer dan 50 minder bedeelde gezinnen te eten krijgen. Maar door de coronacrisis heeft ze het zo druk gekregen dat ze eigenlijk een grote vriezer nodig heeft en een hele blokhut. Gaan wij regelen. En ze weet van niks. Wat een bedrijvigheid. Loes! Hoi! Zo, hebben we bakstenen te gooien hier? Hey Loes, jij bent een beetje de moeder van de wijk. Wat doe je allemaal voor de mensen? Ik geef gratis eten met de mensen die dus net boven de voedselbankgrens zitten. Dus die net overal buiten schip vallen, ze hebben niks krijgen. Hey, maar nou heb ik begrepen dat jij een groot probleem hebt. Mijn probleem is dat alles in mijn woonkamer en in mijn huis moet, omdat ik geen schuur heb. Of kelder heb, of berging, ik heb helemaal niets. Hey Loes, wat heb je eigenlijk nodig? Ja, een blokhut. Dat is het enige wat we mogen van de woningbouw. Een blokhut? En zou je dan heel erg geholpen zijn? Ja, want dan kan ik daar andere spullen in zetten. Dan heb ik mijn woonkamer terug. Ja, dit is geen leven. En ik denk dat mijn zoon dat ook wel prettig vindt als de woonkamer terug is. Mag ik de tuin eventjes zien dadelijk? Van mij wel. Hier over. Oh, dit is een lekker tuintje, Loes. Hey. Wat een ruimte, man. Perfect. Zo'n hut kan makkelijk hier staan. Hey Loes, dan heb ik begrepen dat je nog iets nodig hebt. Nou, een vriezer zou ook helemaal te gek zijn. Een grote vriezer? Ja, ik krijg heel veel spullen voor in de vriezer. Of als ik dingen over heb, dan kan dat ook in de vriezer. Maar hoe hard heb jij een vriezer nodig? Ja, eigenlijk heel erg. Want nu ben ik gewoon dan, als het is, weer 5 dagen in de week bezig. Terwijl de bedoeling is 2. Hey Loes. Ik moet even naar de wagen, ik moet even iets uit de auto pakken. Blijf jij even hier? Ja, ik kom eraan. Hey vriend, kom maar aanrijden hoor. Ze weet van niks. Je moet de achtertuin hebben. Oké, tot zo. Hey Loes, je krijgt bezoek. Een grote vrieskist. Hartstikke mooi. Er komt een grote vrieskist uit. Zo, mooi. Hey Loes, hier heb ik in mijn achterzak ook nog wat. Een waterpas. En een meetlint. Weet je wat dat betekent? Nee. We gaan meten in de tuin, jij krijgt je blokhut. Nee, hartstikke gaaf, echt serieus. Nou, je kan nu in elk geval bijna onbeperkt mensen helpen. Want je krijgt een blokhut in je tuin staan, daar zeg je u tegen. Ja, ik ben benieuwd. Ja, hij is super groot. Hij is echt mooi. Hey, dit is één. Nou, de blokhut. Waar moet die komen? Nou, dan ga ik eens eventjes passen en meten, want ik ben heel handig, hè? Dat weet je. Eens even kijken, hoe groot moet die zijn? Als jij dan nog even daar gaat staan. Zo, daar, ja. Dan komt die. Ongeveer zoiets, hè? Ja. Nou, deal. Deze week heb je hem nog. Ze komen hem brengen. En dan gaan we hem samen uitpakken. Hoe vind je dat? Nou, vind ik goed. Hey Loes, waar ben je nou het meest blij mee? Met die vriezer of met die blokhut? Met allebei eigenlijk. Ja, allebei kan je super goed gebruiken. Dus ja. En jullie overvallen me, dus het is af en op. Je bent helemaal stil van, ja, hè? Ja, dat ben ik niet gauw, hè? Nou, dag Loes. Tot van de week. Weer iemand blij gemaakt. Heb je nou zelf een probleem of ken je iemand die hulp nodig heeft? Ga dan naar de site rijnmond.nl en stuur een berichtje. Want samen maken we Rotterdam een stukje mooier.